2018 moest zijn jaar worden. Maar nog voor het seizoen begonnen was, lag wielrenner Jesper Asselman uit Wateringen in de kreukels. Een gecompliceerde enkelbreuk kost hem zeker een half jaar. Maar desondanks zit hij toch alweer op de fiets. Met dit prachtige weer geniet Jesper Asselman op de dijken langs de Rijn en Waal. Het is al heel wat voor de 28-jarige wielrenner die in februari in Zuid-Spanje zwaar ten val kwam. Langs de kant van de weg was een diepe goot en daar heb ik denk mijn enkel gebroken. Met mijn been omhoog kwam ik tot stilstand en ik zag gelijk dat mijn enkel eigenlijk haaks op mijn been stond. En dat was wel even schrikken. De enkel werd vastgezet en na een moeizame reis werd Asselman in Nederland geopereerd. Nu is hij bezig aan zijn revalidatie, waarbij fietsen beter gaat dan lopen. Ja, dat is wel het grappige. Ik bedoel, ik mocht al vrij snel weer fietsen en dat ging inderdaad beter als lopen. En ik ben nu al best wel weer wat aan het fietsen en lopen. Daar zijn we nu mee bezig om opnieuw eigenlijk te leren. De wielrenner had zich via hoogtestages voorbereid om dit voorseizoen te pieken in de klassiekers. Dan gaat er wel door je hoofd van, ik heb dit alles voor niks gedaan. Maar het is wel heel zuur. En dan die koers op tv, je denkt alleen maar van, waar zou ik zijn geëindigd? Ondanks zoveel pech blijft de Westlander optimistisch. Het is niet het einde natuurlijk. Hierna gaan we gewoon zorgen dat ik nog sterker als hiervoor terugkom. En dan heeft het alleen hopelijk wat vertraging opgeleverd. Maar dat goede jaar dat gaat er nog wel aankomen. Jesper Asselman denkt begin augustus zijn rentree te kunnen maken in het peloton.